Olaf Kreewinkel is maandag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Heerlen. Kreewinkel was tot afgelopen weekend burgemeester in Beek. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Kerkrade. Voor de vertrouwenscommissie in de Heerlense gemeenteraad was de keus snel gemaakt. Ralf Kreewinkel is de juiste man op de juiste plaats. Ja, iemand die bij de stad past. Ja, nogal wie dus. Je is ook niet iemand die niet bij de stad past. Maar wel in ieder geval iemand die met gewone mensen kan omgaan. Van de schoonmaker in Beersdaal tot de advocaat in Welten. Wat gaan jullie van hem verwachten de komende jaren? Dat hij exact dat doet wat ik zeg, namelijk met de poten in de modder staan en met iedereen kan spreken van hoogopgeleid tot laagopgeleid, van zwart tot wit, van arm tot rijk. Wij zijn een stad met heel veel verschillende mensen, veel mensen met een smalle beurs. Ja, en daar moet je echt kunnen begrijpen, daar moet je echt kunnen voelen wat die strijd van heel veel Heerlenaren om op te krabbelen, wat die betekent. En als je dat niet kunt, dan hoor je niet thuis. En Kreewinkel die kan dat. Meneer Klaasens, wat gaat u verwachten van de nieuwe burgemeester van Heerlen? Wat ik daarvan ga verwachten is een burgemeester met ontzettend veel enthousiasme. Veel kennis van zaken. Heeft laten blijken, in ieder geval de gesprekken die we met hem gehad hebben, dat hij inhoudelijk goed ingevoerd is. Ja, en de regio op zijn duimpje kent. En daar ben ik heel erg blij mee. De juiste man op de juiste plaats. Dat zal moeten blijken, maar ik heb hele goede hoop dat goed gaat komen. De nieuwe burgemeester voorziet een goede toekomst voor zijn stad. Samenwerking is daarbij het toverwoord. Ja, een stad waar het heel goed toeven is, waar op dit moment het bruist van evenementen, waar ook heel veel mensen actief zijn om in die wijken met name dat sociale hart te laten spreken. En waar ook heel veel economische kansen zijn. En daarnaast ook de centrumgemeente van Parkstad. Dus heel tevreden met Heerlen. Evenementen zijn er hier genoeg. In Beek heeft u veel gedaan, onder andere voor het vliegveld heeft u veel gedaan. Wat wordt hier een heet hangijzer? Nou ja, laat me eerst eens even Heerlen leren kennen en van daaruit kijken welke dossiers er zijn. Uiteraard zal het thema openbare orde en veiligheid voor mij een hele belangrijke zijn. Dat is voor elke burgemeester zo. En daarnaast vooral samenwerken in de buurten met de mensen aan de slag. Dat is waar ik het meest naar uitkijk. In zijn toespraak ging hij in op een aantal belangrijke thema's die de stad bezighoudt. Zoals de aanpak van de hennepteelt. Daarbij wil Ralf Kreewinkel de door zijn voorgangers ingeslagen koers voortzetten. Maar hij vindt niet dat zijn stad opnieuw een drugsimago mag krijgen. Maar laat ik over één ding wel helder zijn. De ingezette koers op het gebied van het reguleren van hennepteelt zal worden voortgezet. Al mag er best wat verbreding in de beeldvorming komen, want ik ben het eens, het moet niet zo zijn dat Heerlen weer geconfronteerd wordt met een drugsimago. Daar waar nu juist in de afgelopen tientallen jaren zeer succesvol is doorgepakt op dit thema. En daarbij doelt de burgemeester op het feit dat Heerlen steeds genoemd wordt als het gaat om gereguleerde wietteelt, waar de gemeenteraad voorstander van is. Van de oud-burgemeester De Pla heeft hij een spel gekregen, Risk van Parkstad. U weet dat een oorlogsspel is, hè? Ja, dat weet ik. En de laatste keer dat ik het gespeeld heb ik het gewonnen. Dus komt goed.